Hey, wat leuk dat je kijkt naar een nieuw filmpje met Altijd en Martijn Beerbroers. Ik liep bij de Appie en nou ja, sinds een tijdje is het bierschap weer iets veranderd. En vaak betekent dat ook dat er van brouwerij het ei weer een ander bier is. En dit keer is dat deze. De Eibrouw. Volgens mij een donkerweizen. Maar goed, zoals je misschien wel een beetje kan zien, een echte donkerweizen, die is vaak een beetje donker als in een dubbel. Of een beetje bokbierkleur, weet je die. En dat is deze volgens mij niet. Op het flesje staat donkerblond. Dus zou het dan een beetje een soort skuumkoppen zijn? Wat formeel natuurlijk ook een donkerweizen is. Nou, hoe dan ook. De donkerweizen, voor de mensen die het niet zo kennen. De weizens, die ken je wel. Gewoon van het lekkere zomerweer, lekkere weizen erbij. Maar dan wordt het een beetje minder weer. Het wordt een beetje kouder. En wat doe je dan? Is een weizen, nou ja, is nog steeds lekker natuurlijk. Maar soms wil je net even iets meer. Dan is vaak een donkerweizen een prima alternatief. Dus een mooie reden om deze te proberen. De Eibrouw van Brouwerij het Ei. Bijbehorend glas, die hebben we toch. Dus dan gaan we die ook maar gebruiken. En we gaan maar eens even kijken wat het precies gaat zijn. Nou, als ik hem zo aan het inschenken ben. Dan is denk ik, heel eerlijk gezegd, dat donkerblonde, zoals ze hem noemen. Dat klopt denk ik wel. Maar goed, we gaan hem eens even goed bekijken. Nou, sowieso het flesje, nou, typisch een ei-etiket. Informatie die erop staat is prima. Hij is 6,5%. En even kijkend naar de kleur. In ieder geval de donkerblonde, daar kan ik me eigenlijk wel in vinden. Hij is in ieder geval ook, nou ja, laat ik zeggen, wat hazy. Je kan er in ieder geval niet helemaal doorheen kijken. En de kleur, ja, ik denk dat hij op het filmpje best behoorlijk wit lijkt. Hij is een heel klein beetje verkleurd. Hij is dus wat crème-achtig. Dus op zich ook niet gek, want dat komt natuurlijk door de kleurmout die daar ook gewoon gebruikt is. Een beetje karamout of iets in die richting. Ik weet het niet precies. De geur. Hij heeft een hele mooie typische weizen geur. Beetje dat banaan. Beetje fruitig als banaan. Maar er zit bijna iets heel grappig zoetigs in. Zoetigs, warm, een beetje karamel. Nee, ja. Er zit zelfs een heel klein iets wat nog wat meer zoet in mijn neus prikt. Ik zou bijna... bubbelgum? Nee, dit is te gek gedacht. Maar hij heeft iets... Nee, het is geen bubbelgum. Maar hij heeft een beetje dat lekker, dat fruitige van de banaan. Hij heeft ergens ook wel een beetje nog gewoon dat kruidige wat een weizen ook hoort te hebben. Maar er zit een extra geurtje aan... Wat hem, nou, noem het zoeter, noem het geinig in ieder geval. Ik ben benieuwd of dat ook in de smaak terug gaat komen. Is dit dus zo'n weizen met echt een beetje het extra wat een donker weizen dan brengt? We gaan erachter komen. Proost in ieder geval. Laat ik beginnen met zeggen dat het echt een lekker bier is. Maar hij is ook best wel ingetogen. Dat is niet per definitie slecht. Het is echt een beetje weizen wat je verwacht van een weizen. Er zit een beetje een extra smaakje aan. Iets een beetje een warmer smaakje van die donkere mout. En dat geeft hem misschien wat karamellig, een beetje... Hij past wel echt bij net iets minder mooi weer als de zomer. Dus, kijk, ik vind het een beetje moeilijk om te omschrijven wat het precies is. Het is een beetje een iets warmere smaak, iets karamels, een beetje zoetig, een beetje... Maar eigenlijk vind ik hem het beste samen te vatten met... Als je houdt van gewoon een lekkere weizen. Maar je merkt ook dat als het wat slechter weer is, dat je dan eerder denkt, ja... Ik weet niet, dan heb ik er toch minder zin in. Maar je bent dus wel echt een weizenliefhebber. En dan is dit eigenlijk gewoon een heel mooi bier. Het is eigenlijk een beetje de herfst, misschien winter, maar vooral de herfstvariant van een weizen. En ik weet, je hebt natuurlijk ook weizenbok, dat soort dingen. Maar goed, dat is dit dan niet. Het is gewoon een weizen met net een beetje, niet alleen maar fris, maar vooral ook een beetje warmte. En die warmte... Ja,
dat zit dan toch een beetje in die andere mout die daarbij komt. En dat is denk ik ook een beetje wat je proeft. Samengevat, in ieder geval een heel mooi bier. En wat mij betreft de moeite waard om uit te proberen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, heb jij deze al gevonden bij jouw lokale supermarkt of slijter? En wat vind je ervan? Zet hieronder even in de comments. Of donkelweizen, zegt je dat wat? Of ben je toch wel een beetje van gewoon, nee weet je, als ik een weizen wil, wil ik gewoon een echte weizen. Ik ben gewoon vooral benieuwd, wat denken jullie hierover, wat vinden jullie ervan? Zet het hieronder even in de comments. En verder is het natuurlijk altijd leuk, als je eventjes een like, een hartje, iets in die richting doet. Weet je, een beetje, nou, vind ik leuk, zullen we dat doen. En uiteindelijk, mocht je ons nog niet volgen of ben je op YouTube nog niet geabonneerd, ja, dan moet je dat natuurlijk eventjes doen. Even op de abonneerknop en zeker bij YouTube kun je dat belletje aanzetten, krijg je zelfs een berichtje als we het nieuws posten. Ik ga van deze gewoon echt nog even genieten, want ik vind het eigenlijk wel gewoon een fijn bier. Het is niet het beste wat ik ooit gedronken heb, zeker niet, maar het is echt een goed bier, maar vooral ook even een fijn bier. Het hoort gewoon echt wel even bij dit moment. In ieder geval hartstikke bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Proost!